Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Robbie Roeplaal, hij is daar. Robbie maakt zich druk deze dagen om tegenstellingen in Suriname. Etnische tegenstelling, raciaal. Wat is jouw punt, Robbie? Ja, dat klopt. Niet alleen de tegenstellingen in Suriname, maar ook de tegenstellingen in raciale tegenstellingen in Nederland. Het punt is namelijk dat wij united we stand, divided we fall. Het punt is namelijk dat in de beeldvorming wij zien dat er powerplay wordt gespeeld, dat er tegenwerking is, dat er geen samenwerking is. En waar ik voor wil pleiten is dat we meer gaan samenwerken met elkaar als echte Surinamers, als bradas. Zoals voor Geuze wouden ze wel eens, maar hij noemde ons bradas en assisas. Weet je wel? Dus dat wij samenwerken met elkaar als broeders en zusters. En dat we zo, wij zijn nu in Den Vrienden, in Nederland. We kunnen niet meer met die politieke dwaasheid die ons is ingeboezemd in Suriname verder gaan. We moeten ook aan onze kinderen denken, aan onze kleinkinderen denken. En we moeten hier in Den Vrienden moeten we een toekomst voor ze maken. Gezamenlijk. Als Javanen, als Hindustanen, als Chinezen, Libanezen, Kriolen, Hindustanen, samen. Samen moeten we verder gaan. En u bent een van de weinige radiostations in Nederland die handen en voeten geeft hieraan. Bij andere radiostations merk ik dat nog steeds vanuit die verzuiling, Blakamang, Hindustan, Javaan, Chinees, noem maar op, wordt gesproken. Ook in Suriname, meneer Pinas. We moeten stoppen hiermee. Dat is wat ik u wil zeggen. Ja, ja. Maar wat is er mis mee dan? Als je zegt, hoe noem je het? Blakamang, Hindustan? Javaan. Javaan, maar Chinees. Wat is er mis mee? Er is veel, veel mis mee. Kijk, emancipatie gaat ook over, als je je verzuilt. Hè? Zo zijn bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw is ook verlopen langs de weg van verzuiling. Men is zichzelf gaan bundelen. En zo heeft men dus vorderingen gemaakt. Dus het gaat niet om mis of niet mis. Het gaat wat er mis is en wat er niet mis is, sorry. Maar het gaat erom dat het nu hoog tijd wordt dat wij meer met elkaar gaan samenwerken. Dat in de beeldvorming in Nederland, dat je ook een Javaan ziet, ook een Hindustaan ziet, ook een Chinees ziet op radio en televisie. En dat we ons representeren als Surinamers. Oké. En dat hebben wij nodig, dat zie jij. Jij bent Hindustaan, toch? Ja. Wat hoor jij van Hindustanen, jouw eigen gemeenschap? Wat zeggen ze? Verkiezingen bijvoorbeeld. Ik hoor nog steeds geluiden van als de strak is gestemd gaat worden. Dat we dan weer langs die weg van dat hele onder Oso gedoe, dat we dat weer langs die weg van het raciaal zijn gaan doen. Dat merk ik ook bij de NPS. Het is niet alleen bij de Hindustanen, maar ook bij NPS, de vertegenwoordiger van de Kriolen, en ook bij de NDP, de drie grootste politieke partijen, om over de Javanen maar te zwijgen, want Somohadjo die doet natuurlijk hetzelfde. Dus al die grote etnische groepen in Suriname, zowel in Nederland als in Suriname, storen zich, althans de politiek, stoort zich helemaal niet aan de eenheid die zo belangrijk is voor Suriname.
en voor ons hier in Nederland. Ja, nee, maar die zorg is, jij hoort ook vanuit de Hindustaanse gemeenschap geluiden? Ja, ja. Met verkiezingen, wat zijn die geluiden die jij hoort? Ik hoor, kijk, u weet, bij de vorige verkiezingen heeft men zich opgegooid tegen de NDP. En de NDP, laten we eerlijk zijn, heeft er een zooitje van gemaakt. En ik denk als ze weer aan de macht komen, dat zooitje weer gaat ontstaan. Dus ik heb geen vooroordeel tegen de NDP, maar ze hebben ons land helemaal in de puin gestort. Doordat de mensen dat ook, het kiezersvolk eigenlijk, dat ook hebben geconstateerd, zijn ze er toe overgegaan om voor een partij te stemmen. Hè, in dit geval de VHP, met Santokian aan de leiding, om dus dat te veranderen. U kent een van de issues van Santoki. Wo sitting. Maar hij heeft het volk gewoon bedrogen. En die mensen kijken dan niet naar Santoki als een leider, hè, gewoon neutraal, maar ze kijken naar Santoki als een Hindustaan. Weet u, die Hindustaan heeft het weer gedaan. En om die beeldvorming, weet u wel, te veranderen, is heel moeilijk. Want die 20 zetels die Santoki destijds heeft gehaald, de prognoses wijzen uit dat niet meer gehaald zal worden. Dus wat zeggen de sommige mensen dan tegen mij? Nou, dan gaan we weer via blokvorming stemmen, toch? Wij zijn weer een eenheid en we staan tegen de Kriolen. Dus er zal dan weer op etnische basis politiek bedreven worden. En ik heb daar al genoeg van, meneer Pinas. Hier moeten we echt mee stoppen. Dit brengt ons nergens naartoe. Ja, ja. Dus die mensen die Hindustanen nou, die hebben een bundeling? Zijn ze aan het bundelen om voor Santoki te stemmen? Is dat ja, wat en de Kriolen ook. Hè? De Kriolen, we moeten eerlijk praten met elkaar. Hè? De Kriolen doen dat hetzelfde. Ik praat vanuit jouw informatie. Ik heb ook informatie. Ja, maar ik heb informatie. Mijn informatie is breed. Het is gebeurd bij de Javanen. Want je moet zien, als je over de politiek praat, de NDP heeft zich al met een aantal politieke partijen uit de Javaanse hoek gebundeld. Weet u? En daar is meneer Somo Hadjo heel boos over. Dus men is over en weer is men alleen maar bezig zoveel mogelijk stemmen te vergaren, maar niet te kijken van hoe gaan we het land verder ontwikkelen. Suriname is bijna het allerarmste land ter wereld geworden. De mensen die rijk zijn, zijn niet de mensen aan de basis. Dat zijn de politici. Die zegenen zichzelf met het zwaard die ze in handen hebben. Ja, ze zijn nu bezig salarissen te bediscussiëren met elkaar in het parlement. Maar dat is niet om over naar huis te schrijven. En de hele massa in Suriname die leidt en pinaart daaronder. Begrijpt u? Kijk, als u naar de winkels gaat, ik heb daar ook eens een keertje wat over gezegd. Als je die mensen kopen, ze kunnen wel wat kopen. He? Maar het gaat ook erom dat die mensen, de zorg van die mensen gegarandeerd is. Het gaat ook erom dat er goed onderwijs is in Suriname. Het gaat er ook om dat mensen goed samenleven met elkaar, dat ze elkaar vertrouwen. Weet u, en het gaat er ook om dat er een toekomst is in Suriname. En die is er niet. En weet u wat het probleem ook is, meneer Pinas? Dit vindt ook zijn weerspiegeling in Nederland. Want heel veel mensen die kunnen misschien ook niet naar Suriname gaan om te kijken hoe het daar gaat, hoe de ontwikkelingen zijn. Maar ze zijn opgevoed met haat en nee tegen bepaalde bevolkingsgroepen, bepaalde etnische groepen in Suriname. En die trauma's die ze daarvan hebben overgehouden. Bepaalde etnische groepen, welke etnische groepen? Nou, het kunnen Hindustanen zijn, het kunnen Javanen zijn. De enige persoon die van Suriname in dat opzicht een goede persoon. En wie heeft een aversie tegen Hindustanen en Javanen, dus zwarte mensen, blakka's? Bijvoorbeeld de Kriolen. Niet alle Kriolen hoor. Ik heb een goede broeders en zusters Kriolen. Mm-hmm. Mijn vrienden. Met mijn familie heb ik ook Kriolse mensen. Maar het gaat om de grote massa. Weet u? En een van de belangrijke personen in de geschiedenis van Suriname die zich daartegen ernstig heeft gekeerd en die niet keek naar die groepen was niemand minder dan Anton de Kom. Anton de Kom kwam voor alle groepen op.
weet u wel. Men gebruik Entendre kwam alleen maar voor de... Men denkt om dat hij een Creool was. Weet u wel, dat hij alleen voor Creolen afkwam, omdat hij een boek heeft geschreven, Wij slapen van Suriname. Maar Creool, hij kwam, meneer Entendre kwam ook op in Kommerwijnen bijvoorbeeld. Want ik heb dat boek gelezen voor de Javanen, voor de Hindustanen. Weet je wel. En zo moeten wij leven. Zo moeten wij omgaan met elkaar. Dan is er toekomst in Suriname. Hè? En wat wij dus zien, is dat dat hier niet gebeurt, daar niet gebeurt. Maar, en wanneer gaat het wel gebeuren? Maar meneer Robby Roeplaal, maar je kan ook zien toch, dat zien de VK-ding, de Creolen, dat zien ze ook zo. Toch, dat zijn toch alleen maar Hindustaanse minister heeft, bijvoorbeeld. Ja, ja, precies. Precies. Maar als NPS straks aan de macht komt... Dat moet nog blijken. Zullen we het bij, okay, bij het heden houden? De actualiteit, wat jij ziet, ik zie het. Ja, jij ziet het ook. Jawel, ik hou me aan de discipline van jouw interview, Frans. Dus als je dat nu constateert, blijven we bij het heden. Dus dat is gewoon zo. Dat is zwaar. Er zijn een paar Creools, populair gezegd, Creoolse ministers, maar die zijn door hun partij voorgedragen. Bijvoorbeeld de ABOP. Oké, okay. Maar dat is toch geen... Zo vormen toch geen natie? Nee. Zo vorm je helemaal... Ja. We willen wel een natie zijn, we denken dat we een natie zijn, maar we vormen helemaal geen natie zo. We zijn alleen maar bezig tegen onszelf te vechten, weet je. En als in Nederland bijvoorbeeld, neemt u dat van die excuses van dat slavernijverleden. Ik geef een voorbeeld hoor, want het is een heel teer onderwerp. Kijk, neem dat stukje van het staatstoezicht. De rest laat ik even buiten beschouwing, omdat wij... De slavernij op geen enkele wijze moeten vergelijken met welke andere vorm van mensenrechten schending die zijn begaan door de koloniale heersers, dat zij. Op geen enkele wijze. Kijk, de slavernij kan je niet eens beschrijven. Ik zeg vaak, het lijkt alsof God toen sliep. Weet u, je kan het niet beschrijven. Hoe ga je het vergelijken? Dus het gaat niet om het vergelijken. Maar het gaat bij mij om het stukje staatstoezicht. Toen was de slavernij afgeschaft. Weet je, slavernij was afgeschaft. 1863 tot 1873. Toen moesten de vrijgeverklaarde slaven moesten nog steeds op de plantages, want het gaat om het onderhouden van die, ik word bijna boos, maar moesten ze nog blijven werken. Hè? Tegen een loon. Ze kregen ook, ze werden ook. Tot 1873 weer zeggen. Ja. Ik denk, ga toch even door met mijn vraag. Waar is dan misgaan dan met die Brom Tjidjari van Santokki? Die Brom Tjidjari moeten ze nog aan de voeten geven, daar gaan ze mee beginnen. Oh, wacht even, je bedoelt, waar is het misgegaan? Ik denk dat hij toen hij begon met het volk voor de gek te houden. Nee. Ik heb het dan over de benoemingen, de ministers die allemaal op elkaar lijken. Waar is het misgegaan? Toen hij begon met zelf eigenlijk corruptie te bedrijven. Hè? U weet nog, ik heb een interview bij u afgegeven. Toen hij begon bijvoorbeeld met zijn vrouw, die net is afgestudeerd van de universiteit, te benoemen bij staatsolie. Haar overal mee te nemen, zonder dus de protocol daaromtrent in acht te nemen. Toen hij ook heel veel buitenlandse reizen begon te maken. Toen hij ook zelf bijvoorbeeld de IMF begon te raadplegen om dus nog meer schulden te maken in Suriname. Dus toen heeft hij eigenlijk van die stem die het volk hem had gegeven misbruik gemaakt, want hij is dat zelf gaan interpreteren. Hij heeft dat niet in samenspraak met de vakbeweging en met het volk, weet u, gedaan. Toen de mensen veel meer moesten gaan betalen voor de benzineprijzen. Toen hij helemaal niet meer achter de landbouwers, bijvoorbeeld in Nikeri, stond. Hè.
constant was het achter de feiten aanlopen. Toen is dus die Bromtjari en dat verhaal van Wo Sitting, daar heeft hij de mensen in verloochend. Dus hij heeft dat niet kunnen waarmaken. En de mensen ook in zijn eigen kring zijn verschrikkelijk teleurgesteld in meneer Santokhi. Maar weet u, het volk kijkt niet naar, veel mensen, Hindustanen, die willen hem vergeven. Die willen onder alle omstandigheden, want zo zijn we opgevoed, weet je Frans. Om de Blakamang als een soort angst veroorzaker te zien. Een soort, vandaag vieren ze ook, Halloween. En dan worden mensen bang gemaakt. Dus vandaag kunnen ze ook mensen, als ze naar buiten lopen, kunnen ook zien wat Halloween is. En wat het is om bang gemaakt te worden. Dus de politici gingen de mensen bang maken, tegen elkaar ophitsen. Dat hadden de mensen in de koloniale tijd al gedaan. Maar dat gingen de eigen mensen ook doen. Ja, denk maar aan ik ga geen namen noemen, het is niet belangrijk, dan moet ik maar zelf gaan uitzoeken. Maar zo zijn wij opgevoed. Want Blakamang, je moet bang zijn voor een Blakamang als je in de stad niet. Weet je wel, en de Blakamang werd ook, kijk maar, tot voor kort was het de enige nationale feestdag in Suriname, was 1 juli. 5 juni, de dag van toen de immigranten werden herdacht. Het is niet om een feest te vieren, maar het is een herdenkingsdag. Dat bestond niet als nationale feestdag. Ook niet van de Javanen. Dus zo is lange tijd, ook in het volkslied, hebben de Kriolen een soort, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar een soort machtspositie gehad. En dat moet niet. We moeten samenwerken met elkaar. We moeten samen dingen delen met elkaar. En als dat zo is, dan ben je gelukkig in je land. Want hoeveel mensen wonen er in Suriname? Er is nu weer een volkstelling aan de gang. Ongeveer 400.000 tot 500.000 mensen. Waarom is er zoveel animositeit in Suriname? Elke dag lees ik een stuk van Ashwi Ramcharan. Die man is gepromoveerd. En hoe hij zich verzet tegen de boel daar zo. Het is toch niet meer mooi, meneer Pinas. Wees eerlijk. Hè? Ik hoor u het zeggen, ik hoor die tegenstellingen in jou. Ik denk, die tegenstelling, etnische tegenstelling, hè? Dat het, hoe jij het verwoordt, van die Hindustan is opgevoed met het idee, je moet bang zijn voor die Blakamang. En die Blakamang hebben de hele tijd de macht gehad in Suriname. Zo? Vertaal ik je goed? Ja. Maar kijk, ik ga je een mooi voorbeeld geven hoor. Het is maar we bij etnisch bezig zijn. En nu hebben de Hindustanen toch al 4,5 jaar. Wat ja, ze van nou gemaakt? Ja, de Hindustanen, hij heeft natuurlijk een aantal Kriolen ook op vitale posten benoemd. Hè, om die Bromtjari zogenaamd handen en voeten te geven. Hè. En hij is ook met Brunswijk verder gegaan. En met Somahadjo. Dus het lijkt alsof er wel een soort, laat zeggen, nationale regering aan de macht is. Maar het blijkt niet uit de vruchten die daarvan worden geplukt. Want er is maar een klein dingetje gebeurd. Meneer Roblalo, kwam je aan het woord? Een soort nationale regering? Nee man, dat is totaal geen nationale regering. Nee, maar dat zeg ik toch. Het lijkt op een nationale regering. Gelukkig dat u dat onderschrijft. Zeker nog, het lijkt helemaal niet op een nationale regering. Ben je er nog? Nee. Ja. Ja, maar ik ben het eens met u. Het is ook geen nationale regering. Het is voor de gekhouderij. Het is voor de gekhouderij. Het is mensen bedriegen, bedonderen, in het ootje nemen. Ik zou echt alle mensen nu oproepen om de gelederen te sluiten. Dat we als broeders en zusters, als Surinamers waar je ook bent geboren, wie je ook bent, hoe je ook heet, dat we samenwerken met elkaar. Want meneer Pinas, het is een voorbeeld wat niet meer ter zake is. Maar toen de president van Suriname hier was, is hij ook nog uitgejouwd. Diezelfde meneer Iwan Bravo,
die ik net al heb aangehaald. Ik ging soms met zijn radio naar het onafhankelijkheidsplein in Suriname. En daar meldde hij me. Hij zegt, Robbie, ik weet niet wat er aan de hand is hier in Suriname. Er zijn sommige mensen die roepen, er is nooit een Hindoestaanse president geweest. Wat doet deze man hier? Weet je wel, de Hindoestaan wordt niet eens meer gerekend tot het volk van Suriname. En ik zal u nog een weetje geven. Je mag kijken naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste etnische groep, zowel in Suriname als in Nederland, zijn de Hindoestanen. He? Dus je kan mensen toch niet zo gaan bagatelliseren. Hoe gaan we verder als we zo blijven doen met elkaar? Je hebt je punt gemaakt, zullen we het hier bij laten. En even kort in 1 minuut. Jij luisterde naar een discussie van meneer Chanchuni en Rajender Bangwambali. Ja, ik wil daar ook iets over zeggen. Ze hebben elkaar, ze waren aan het praten met elkaar, aan het discussiëren over het slavernijverleden en het contract daarbij. Kijk, ik vond het meer een maatschappelijke discussie en geen wetenschappelijke discussie. Maar wat niemand zegt, hè, is dat meneer Chanchuni geen historicus is. Hij heeft politieke wetenschappen gedaan en meneer dat is dus, en hij is gepromoveerd hier in Nederland op vraagstukken van het leger. Maar hij is helemaal geen historicus. Kijk, ik ben bijvoorbeeld een pedagoog. Als ik met een wiskundige zou gaan discussiëren, ja, en ik zou met pedagogische vraagstukken bijvoorbeeld aan de orde stellen. Ik weet niet wat die man die wiskunde heeft gestudeerd daarmee, hè, als het om wetenschapsbeoefening gaat, daarmee zou doen. Dus ik vond het een discussie die Kant nog wel raakte. Ik vond de man die de discussie leidde. Waar ging het over, die discussie? Het was een debat die ging over, moeten er excuses gemaakt worden, ook excuses gemaakt worden aan de Hindoestanen. De arbeiders, ja. Wat zeg je, moet er excuses gemaakt worden? Natuurlijk, ik ben eens met meneer Iwan Braven. Natuurlijk, waarom niet? Niet alleen aan hun, ook aan de Chinezen, ook aan de Japanen. Alle mensen die aan andere mensenrechten schendingen hebben geleden. Waarom niet? Okay. En dat zeg ik zeker als pedagoog, want kinderen, jeugdigen, die vinden het in de waarde- en normen sfeer heel belangrijk dat als je een fout hebt begaan, dat je gewoon sorry zegt. Dat je zegt, excuus, ik heb een fout begaan. Het heeft niks te maken wie meer politiek profijt daarbij wil halen of niet. We moeten met z'n allen, ook de Kriolen, moeten daaraan een bijdrage leveren. En ik vond de persoon, de voorzitter die de discussie leidde, ik vond hem heel slecht. Weet je dat hij aan een aantal mensen had gezegd, je moet geen kans geven om een vraag te stellen, want hij is te kritisch. Als je zo bezig bent, meneer Pinas, u bent niet zo. Hè? Dan ben je bezig met mensen mond dood te maken. Nou, hier mag je doen. Zullen we het hierbij laten voor vandaag? Jawel, ja. Ik dank u zeer. Ja. Pedagoog. Dank je wel, u ook hoor. Robbie Roeblauw. Dank je wel, meneer Pinas. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.